Welkom kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Wie ben jij de Rene. Vandaag gaan we het hebben over genealogie. Niet te verwarren met Dick Bisschop. Nee, dit is juist de essentie van Wie ben jij de Rene. Of eigenlijk van Wie ben ik de Rene. Want vandaag zijn we bij de Koppelpaarden. En daar heeft de Heemkundekring een genealogische dag. Nou, dankjewel. Krijgen we er van Kees ook een bakje koffie bij of... Genealogische dag. Ja. Wat is genealogie? Genealogie is het onderzoek naar je voorouders. Dus eigenlijk wordt daarmee de vraag beantwoord van wie ben jij er ene? Van wie ben jij er ene? Of van wie ben ik er ene? Ja, en dat kunnen dus via de genealogie kunnen erachter komen. En als er dan iemand zegt van wie ben jij er ene? En in Oosthout hebben we daar eigenlijk iets heel moois voor. Ik ben er ene van Janne. Of ene van Lienekes. Of eentje van Johan van Kee de Voek. Bijvoorbeeld zoiets, hè? Nou, dat is makkelijk, Eer Noosthout, redelijk makkelijk. Alleen, als je nou zegt, ik ben er een van de Zwarte Lien, weet geen man wie de Zwarte Lien is bijvoorbeeld. Nee. Vroeger wist dat iedereen, en dat is leuk, maar dat zoeken we niet. We zoeken dus van, welke afstamming heb ik? Heb ik nog interessante voorouders, rijke voorouders, arme voorouders? Hebben ze hard moeten toppen of hebben ze het allemaal verkwanseld als ze heel veel geld hadden? Dat is dus het zoeken naar, wat zijn mijn wortels, mijn roots. Dat zoeken dat doe je dus in eerste instantie, toen ik begon, toch niet het geval, in het archief. Dus je gaat naar het archief toe. En waar is dat archief? In ieder geval was het Oosterhout, was Oosterhout. Het archief Oosterhout is momenteel naar Tilburg verhuisd. Maar je gaat naar het archief, van de plaats waar je woonachtig bent, of waar het archief dan gevestigd is. En dan ga je zoeken, ja, je moet in ieder geval weten, een bepaalde datum. Je kunt niet daar gaan zitten van, ik ben Kees en nou wil ik weten van wie ik erin ben. Het internet deed niks, maar nou wel, de laatste, zeg maar, laatste 10 jaar ongeveer, zijn steeds meer archieven op het net gekomen. Dat vonden ze al heel leuk. En nou zijn ze dus bezig, en ook al een aantal jaren bezig, dat ze alle gegevens, alle geboortedata, alle begrafenisdata, noem maar op, alles wat het trouwen en zo, hebben ze, dat zijn ze aan het digitaliseren. Zijn het. Dus, even kort, het archief in Tilburg en in Den Bosch zijn bezig om hun hele archief op het internet te zetten. Ja. Alle archieven zijn daarmee bezig, maar ook Tilburg onder andere, gelukkig. En ook Den Bosch. Maar dan houdt dus in dat je als persoon zelf op het internet op zoek kan gaan. Ja, dat kun je dus bij de verschillende archieven doen. Dan kun je daar zien van hoe verder ze zijn. Je kunt, als je archief Tilburg pakt, dan kun je zelfs een geboorteakte of een trouwakte kun je downloaden. Die kun je, als je een boek gaat maken van waar jouw geschiedenis in staat, kun je die verschillende, bijvoorbeeld zo'n geboorteakte, kun je tussen je tekst voegen. Wat is er nou zo leuk aan het verzamelen van bitprintjes, meneer? Daar is niks leuk aan. Het is alleen het begin van een stamboomonderzoek of van een familie heb je dus. En u heeft dit allemaal zelf verzameld of is dat door een aantal mensen bij elkaar gebracht? Nee, dat is gewoon dus van mij verzameld. Door uzelf? Door mezelf, ja. Allemaal? Allemaal. Zo, een hele klus? Nou, dat valt best mee. Ik krijg ze gewoon aangereikt. Echt waar? Oh, u hoeft niet alle begrafenissen zelf langs, zeg maar? Nee, dat begin ik niet aan. Daar zou een heel ongelukkig mens van worden, denk ik. Ik krijg ze gewoon aangereikt en dan bewaar ik ze. En de dubbelen die gaan weer weg en zo. Het geboortearchief is pas na 100 jaar toegankelijk. Ja. Huwelijksarchief 75 jaar, overlijden 50 jaar. Nee, dus je kent dat. Dit is wel makkelijk dan om dan te hebben. Dan is dit makkelijk, want anders moet je uittreksels uit het bevolkingsregister gaan halen en die kosten geld. Heb je er toevallig eentje van Haarbos, een bitprintje? Ik zal eens kijken. Ja. Uit Dongen. Petrus Verhoeven en ik heb hier een Johanna Maria Haarbos, weduwe van Johannes Zoethout. Van het verzamelen van grafzerken. Ja, het klinkt zo morbide. Ja, het heeft te maken met stamboomonderzoek. Ook alweer? Ja, alles. Alles ja. Heeft te maken met stamboomonderzoek hier. Als je dus met stambomen bezig bent, dan kan je dus de gegevens van vroeger kan je allemaal op het archief vinden. Van je opa, je opa, over opa. Maar gegevens van nou, die zijn dus nergens beschikbaar. Je kan dus naar geen één archief gaan en zeggen van ik wil de geboortedatum van mijn opa. Ja. Want
is in verband met de wet op de privacy, is dat dus niet toegankelijk. Maar zit er nou ook een bepaalde lol in het verzamelen van grafzerken? Nou, de lol die bestaat eruit door andere mensen te kunnen helpen. Van vroeger? Ja, schitterend mooi hoor. Ja? Oh, heel mooi. Daar liggen ze. Die zou eigenlijk eens een keer aan heel Oostenrijk moeten kunnen laten zien. Ja, dat hebben we vorig jaar gepresenteerd, maar er is eigenlijk maar weinig animo voor. Echt waar? Ja, dat laat me tegen, hè. Zullen we het gewoon uitzenden bij de ORTS? Ja, alsjeblieft. Ja, van de Ra. Ja, kan. En ik heb nou een boek klaargemaakt. Ook nog. Ja, hierzo. Dat is heel de... Dus ik maak niet van een boek een film, maar ik maak van een film een boek. Jij maakt van een film een boek. Kijk, dat is weer bananas. En er zit een DVD bij. Een DVD bij. 30 euro. Geen geld, hoor. Geen geld? Nee. Kijk. Dat zijn allemaal foto's die ik allemaal nog gevonden heb bij mensen die ermee gespeeld hebben. En er staan op die DVD staan ook bewegende films? Ja, dat is schitterend. Zwart-wit. Hartstikke mooi. Ja, heel mooi. Ja. 20 minuten duurt die, dus niet zo lang. Dat is niet zo lang. Nee. Dat is goed te doen. Kunnen we nog een beetje in knippen? Huh? Ja, nou. Toen heb ik van de film foto's gemaakt, die heb ik op internet gezet en zo ben ik achter de naam van de mensen gekomen. Maar je hebt niet de film op internet staan? Een stukje. Een stukje? Ja. Niet bij YouTube, niet. Nee, maar zelf. Zelf. Dat was hartstikke moeilijk. Dat was het bestuur van vroeger. Van NCB. De lijst van pastoor Peters, wie er allemaal aan meegedaan hebben. En hier heb je de naam. Kijk, dat hebben we veranderd al. Hier staat geen naam onder. Ja. Maar dan zien ze dat boek, dan zeggen ze, dit is een anagraaf. Oh, dat zet jij er dan bij en dan kan jij dat weer aanvullen later. Ja. Hier dus daar komt in de toekomst weer een nieuwe druk, zeg maar, die weer aangevuld is. Nou, voor één woord kun je maar slecht een andere druk maken, hè? Ja, dat is ook, dat kan er zelf bij zetten met de hand. Monsieur Verloon. Die hebben we gezien in de Antoniusparochie toen die 100 jaar bestond. Dat is ook dit jaar, hè? Dat was adviseur bij de NCB. Ja. De historische optocht. In 1936. En die film is in 70 jaar niet vertoond. Hey. En die heb ik gevonden bij het Brabants Collectie in Tilburg. En die film die staat ook op die DVD? Ja. En die heb ik hem bewerkt. En mijn vrouw die heeft ermee gesproken en ik heb hem ondertiteld. Oké. Okay. En die optocht, dat was toen heel wat natuurlijk in 1936. Hè. Dat was schitterend mooi. Was dat een carnavalsoptocht dan? Of? Daar leek het wel op, ja. Ja? Was het vast een avond gebeuren? Nee. Maar kijk, ze waren allemaal verkleed, hè. Er was Willem van Strijen, van de Sloperse Toren. En Napoleon. Een soort geschiedenis wat ze naspeelden. Historie, hè. Ja. En, leuk, joh. En hier hadden de adverteerders toen, ja, in 1936. Koortsdruppels. Ja. Hier hadden Baijns, Geerts, de Smit van Vrachelen. Drukkerij van Meis. Oké. Van Rammelin, Floor. Ja. En weet jij al van wie jij de reden bent? Komt er. Weet jij al van wie? Van de Mosser. Van de Mosser? Ja. Van de Mosser. Heb jij ook al onderzoek gedaan? Nee, ik doe geen onderzoek, want die Mosser kan ze nergens vinden. Er woont maar één in Mosser en die woont onder de Oost. Oh, is dat zo? Ja. Maar verder is het goed dat we zin gehad. Ik heb het prima naar mijn zin gehad. Goed zo. Ja, en ik hoop voor de volgende keer weten we wel komen. Tuurlijk, als er koffie is en gratis broodjes, dan komen we altijd. Heel graag gedaan.